Maar hoe voelt dat, vraagt John de Ridder uit Venlo zich ook af, om een echte pelgrim te zijn, om in zo'n programma te zitten? Nee, laat ik vooropstellen dat ik het wel heel leuk vond. Maar dat ik het zelf niet goed naar kan kijken. Nee, je wordt er een beetje ongemakkelijk van? Ja. Ja. Waar komt dat door dan? Nou, ik zie mezelf niet zo graag. Nee. En het is toch in een andere rol? Maar met die geiten zo voel je dan een beetje op je gemak? Gaan we hier echt heel serieus de uitzending over hebben? Maar wat was het met die geit? Was die geblesseerd? Nee, die geit die wilde niet lopen. Nee, maar je leert wel de andere kant van iemand kennen. Dat is toch ook leuk op zijn tijd? Tuurlijk. Maar ja, je moet je vakgebied een beetje proberen te verlaten. Een beetje te verbreden, want het wordt een kleine markt op die voetbal. Ik hoop dat ze mij voor de volgende pelgrimstocht opvragen. Ja. En als het kan ook Dancing with the Stars waarschijnlijk. Maar die Marianne, dat is wel een leuke vrouw, vind ik. Die heb ik laatst eens ontmoet. Ja, erg een sympathieke vrouw, vond ik dat. Ben je serieus of niet? Ja, nee, echt serieus. Jij vindt het niet aardig dus. Nou, wel aardig, ja. Nou. Wel aardig, ja. Nou ja, maar dat zegt genoeg. Nee, is allemaal niet waar. Nou moet ik zeggen dat ik altijd de eerste kennismaking met een vrouw altijd bijzonder enthousiast ben, hoor. Dat heeft me in mijn leven al een vermogen gekost. Ja.